ons hart en ons licht delen. Plaats jezelf weg van enige afleiding en maak het jezelf comfortabel. Je kunt deze reis zowel zittend als liggend nemen, zowel met open ogen of gesloten ogen. Wat het meest ontspannen voor je is. Nu, beeld je een gouden wit licht in, dat uit een grote kruik vlak boven je hoofd stroomt. Deze kruik representeert de liefde, compassie en genezing. Het is een kruik die nooit leeg kan raken. Hoe meer het de inhoud deelt, hoe meer het zal overstromen. Het licht valt traag vanuit de kruik en begint de kruin te bedekken. Voorzichtig over het achterhoofd en over het gezicht. Het is een warm en vriendelijk gevoel. Er ontstaat een zachte tinteling wanneer het langzaam je hoofd omhult. Probeer dit te ervaren en ook te zien. Je kunt het licht zien en voelen hoe het je nek en schouders zachtjes bedekt. Het zoekt niet alleen zijn weg omlaag langs de buitenkant. Je kunt ook de warmte en de schoonheid voelen aan de binnenkant. Zachtjes streelt het de hersens, waardoor biljoenen zenuwcellen die constant verhit samentrekken, losvallen in alle richtingen, nu gaan resoneren in dezelfde frequentie. Dit voelt hemels. Dit gouden witte licht is reinigend en verwijdert alle negativiteit en spanning van binnenin. Het laat geen enkel hoekje ongeraakt. Je brein voelt de warmte en heeft een lieflijk ritme wat heerlijk aanvoelt. Geniet van deze ervaring.
Het licht vervolgt zijn weg naar beneden, over je armen, je handen en naar het eind van je vingers. Verbeeld je, alle spanning en stress in je leven valt weg wanneer dit magische licht je lichaam uiterlijk en ook innerlijk overdekt. De tintelende sensatie duurt voort. Je voelt je rustig en ontspannen. Je armen, handen en vingers zijn nu compleet gevuld met licht. Je kunt het zien. Je kunt het voelen. Het licht vervolgt zijn weg verder over je rug, door je borst, in je maag en geeft verlichting aan ieder ongemak en zorg tijdens een reis. Er is een overweldigend gevoel van vrede en ontspanning. Groeit van binnenin. Er zijn geen woorden voor. Sta jezelf toe gewoon te zijn. Je bent compleet ondergedompeld in vrede en liefde. Het gouden licht verplaatst zich verder door je heupen en liezen. Langzaam vervolgt het zijn weg naar de dijen. Dat mooie gevoel van vrede en opluchting volgt zodra het licht zijn weg vindt naar je knieën. Al je interne organen en systemen zijn bedekt met het licht, in die mate dat je lichaam transparant aanvoelt. De zwaarte van materie en de fysieke vorm is er niet meer, omdat alles licht is. Je kunt het voelen en ook zien. Het is een vreemd gevoel, want aan de ene kant voel je een diepe connectie met het lichaam, terwijl je toch ook de verandering voelt als van een andere wereld. Het is magisch.
Het licht blijft bewegen door je kuiten en streelt de cellen, weefsels, spieren, gewrichten en gewrichtsbanden. Zoals het alle delen beroert, het gevoel doorzichtig te zijn groeit en alles wat je ziet is licht. Dit gevoel strekt zich uit, helemaal door naar de voeten tot in de tenen. Je kunt het ervaren en ziet het duidelijk voor je geestesoog. Blijf voor een moment in dit gebied. Je hele lichaam is nu gevuld met licht. Dit is een fantastische ervaring. In dit moment zijn er geen enkele bekommeringen. Er is niets belangrijker dan dit gevoel dat je nu ervaart. Dit is bliss, een genot. Een voldoening dat moeilijk is te omschrijven. Blijf voor een poosje gehuld in dit gevoel van vrede en ontspanning. Je hebt de betoverende ervaring dat je niet alleen in connectie bent met je lichaam, maar een diepe connectie ervaart met je omgeving. Je bent vol vrede, liefde en welzijn en je ziet het licht dat je dankbaar hebt ontvangen blijven vloeien vlak boven je hoofd en dat stroomt van je hoofd naar je tenen. Jij bent een leidraad om deze liefde, dit licht en de compassie te delen met de wereld. Zoals je nu zit of ligt, beeld je in dat het licht dat voortkomt vanuit jou zich uitbreidt naar al degenen die je kent en liefhebt.
Beeld je in dat het licht zich uitstrekt naar al degenen in nood ergens in de wereld. Beeld je in dat het licht zich uitstrekt naar alle levende creaties en Moeder Aarde. Verbeeld je dat dit licht zichzelf uitstrekt, zich verenigt met de krachten van al het goede in de wereld. Jij bent nu een positieve bijdrage in de wereld. Wanneer je maar kunt, maak tijd vrij om het licht in je op te nemen. Het licht van liefde en vriendelijkheid en deel met iedereen. Deze ervaring zal jou niet alleen tot een vat vol liefde maken. Als resultaat zal het ook je brein, je lichaam en gedachten helder maken. Je levenskracht zal toenemen. Geniet van de wetenschap dat je een instrument kunt zijn voor positieve veranderingen.